Yo, welkom bij het Amersfinaal. Het is weer vrijdag natuurlijk en dan hebben wij de vrijdagbobbel voor jullie. We tokken met de trainer en twee spelers. Kijk razendsnel mee. Yo, eerst eventjes met mijn captain natuurlijk, Thomas Christensen, maat. Ja, hoe is het met Thomas? Ja, het gaat redelijk goed. Bouwde heel veel zeker, maar binnen veel niet zo veel. Ik heb alleen 3 minuten gespeeld. Ik speel de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Heerenveen, maar daarna heb je alleen 3 minuten gespeeld. En dat is zeker vervelend, maar deze is de situatie nu. Dat moet je, ik weet niet of je moet meeleven, maar zo is het op deze moment. En ik probeer alles te doen in training om dat te veranderen. Maar op deze moment speelt de Triander ook zeker goed. En we hebben ook veel punten gepakt. Ik begrijp het wel, maar ik vind het een klein beetje vervelend. Ja, nou, ik vind het ook. Nou, ik vind het niet vervelend. Ja, ik vind het voor jou vervelend. Maar ik begrijp ook niet. In het begin van het seizoen word je gebombardeerd tot de aanvoerder. Ja. Maar waar is het dan fout gegaan? Of waar ligt het dan dat jij niet meer in de basis staat? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je de trainer vragen. Dat is high keus. Ik denk zelf dat ik moet spelen, ik wil altijd spelen, maar dat is de trainerskeuze. Ik begrijp ook dat we hebben veel punten gepakt en daarom speelt die ander ook, maar zo is het altijd. Misschien verwacht je ook een klein beetje meer, als je aanvoerder bent, misschien een klein beetje meer... Krediet. Misschien, maar zo is het. Ik heb ook veel jaar gespeeld, dat is niet een nieuwe situatie voor mij, maar zo is het. Ik vind het vervelend, maar ik moet ook vooruit kijken en wat kan ik zelf doen om dat te veranderen. En dat probeer je elke dag in training en met jongeren ook. Maar ja, hoe laat jij zien dan aan Henk Vreeser dat je wel op dat middenveld hoort? Nee, dan moet je uit de training, maar we spelen misschien ook een klein beetje anders in de start van de seizoen. We spelen misschien een klein beetje meer compact en proberen misschien niet zoveel te balbezit te komen, maar meer om compact te staan en dan op de omschakeling te spelen. En dat lukt ook wel. En ik ben misschien meer een spelende nummer 6. Nu spelen we met Timothy, die misschien meer een verdediger nummer 6. En dat ligt ook aan de speelwijze dat de trainer wil. Of hoe hij het team wil spelen. En dat ligt misschien meer de balbezittende speelwijze. Misschien meer aan mij. En misschien de meer verdediger op Timothy, die ook erg uitstekend heeft gedaan, denk ik. Maar dat is de trainerskeus. Ja. Laten we de manier, want we worden allebei een beetje sip ervan. Als je de afgelopen wedstrijd kijkt, dan brengt de trainer, iedereen noemt het een gouden wissel. Die brengt een jonge jongen van 18 jaar erin. En die maakt dan zo'n debuut met 2 prachtige doelpunten. Hoe reageer jij daarop? Ja, dat is altijd helemaal leuk. Dat is wat... Jongensboek, hè? Ja, zeker. Dat is een avontuur. Ik heb nu 2 keer met hem gespeeld op Jong. Dat heb je ook gezien. Je kunt zien dat hij heeft de talent. En de speciale kwaliteiten. Maar niet, ik heb niet verwacht dat hij aan de hele wedstrijd... Nee. Maar we moeten ook hem rust geven nu. Ja. Niet verwachten dat hij elke keer kunnen deze doen. Nee. Nu, ik hoop voor hem dat hij krijgt ook minuten. Meer minuten, maar we kunnen niet verwachten dat hij gaan 10 doels maken in de volgende 10 wedstrijden. Nee. Maar geef hem de tijd en dan denk ik ook hij gaan bloeien. Ja. Dat denk ik zeker. Maar hij komt ook van een goede met de jeugd, goede opleiding en daarom geef hem de tijd en dan hoop iedereen dat hij kunnen de volle talenten benutten. Dat we zoveel plezier van hem kunnen hebben. Ja, want zeker. Het is gevaarlijk als je zo'n jongen nu al misschien... Kijk, want het publiek heeft al verwachtingen. Ja, zeker. Die denken al, de nieuwe Messi is geboren, weet je wel. Maar zo is het altijd. Dat moet ook. Maar mijn moeder ook kijken, dat is een jongen van 18 jaar. En je kunt niet verwachten dat hij de hele Eredivisie revolutioneren van de ene dag tot de andere. Nee, dat kan niet. Nee, we moeten hem rust pakken. Hij is ook, ik denk, het is de 2e keer dat hij traint met de groep. Ja. En hij moet ook winnen. Dat is een ander tempo. Hij moet misschien een klein beetje meer kilo's pakken. Een beetje zwaarder worden. Ja, zeker. Maar ik zie een klein beetje hetzelfde als dingen als ik zie in Kramer ook. Ja, ja.
lang, maar ook technisch goed en goed met de hoofd en ook redelijk snel. En hij kon heel zeker schieten met beide voeten. Echt? Ja, ongelooflijk. Ja, en het hangt altijd af. Of overtuiging en iedereen. Ja. Zo, ik denk het is goed voor het team en speciaal voor hem. Ja, gisteren bij de training waren jullie aan het afwerken op het goal. Ja. Toen schoot hij er niet zoveel in. Nee, maar nu denkt iedereen ook dat elke keer hij krijgt de kans dat hij scoort. Dat kan je niet verwachten. Maar ik hoop dat hij krijgt de kans en dat hij kunnen vooruit bloeien. Dat hij steeds meer vooruit gaat, dat hij steeds beter wordt en dat hij groeit naar een professionele speler. Ja, in rustig en niet verwachten dat hij van de ene dag tot de andere gaan in de basis spelen elke keer. Maar thanks en ik hoop dat je toch nog een kans krijgt. Ja, moet ik even kijken. Dankjewel, tot ziens. Yo, we moeten de trainer natuurlijk eerst even feliciteren, Henk, wat een ontknoping verleden week. Ja, dat was ongelooflijk en vooral omdat... Als je kijkt naar het wedstrijdverloop, beginnen denk ik uitstekend. De eerste 10 minuten, dan denk je van, het is onze beste 10 minuten. En dan ben je al aan het kijken van naar de 0-1 zeker, van naar de 0-2. En toen kwam die time-out. Ja. En toen was het eigenlijk... Idee ons nek om. Ja, was het eigenlijk helemaal niets. Terwijl er tactisch aan hun kant niets veranderde. Dus dat was wel weer teleurstellend. Hoe kan dat dan? Ja. Voor mij ook een raadsel, als ik eerlijk moet zijn. Het enige wat je kan doen is dan... ingrijpen, handelen en dat pakte gelukkig dan wel goed uit. Dus het was een beetje een vreemde wedstrijd, maar de ontlading was heel groot en het plezier was heel groot. En zeker voor Dennis en je zag het respect ook vanuit de ploeg richting Dennis naar onze supporters toe alleen te laten gaan. Dus aan het einde maakte dat alles goed. Ja, dat was zeker mooi. Want je zit te kijken natuurlijk, die jongens komen naar en ze zeggen echt vooruit, loop jij maar. Ja. Nou heb je al gehad geslachtsdeel, hoorde ik, en noem maar op. Het enige wat ik zeg, als hij dat doelpunt hebt gemaakt, dan hoor je mij alleen maar zeggen, wat een wissel. Ja. Ja, dat is toch, je moet ook mazzel hebben, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, je weet dat op het moment dat het 2-1 wordt, dan weet je dat je risico moet gaan nemen. En soms wordt het 3-1. En heel soms zijn dit soort speciale momenten, dan slaat het helemaal om. En dan zijn mensen die speciale kwaliteiten hebben, dat maakt het extra mooi in deze sport. Dat je niet alles kan voorbereiden. Nee. Waanzinnig debuut voor hem, voor het team en voor jou ook onwijs een toffe wissel. Maar hoe voorzichtig moeten we nu met hem zijn verder? Want iedereen verwacht natuurlijk van alles nu. Ja, kijk, we leven in een super opportunistische wereld. Zeker hier bij ADO in Den Haag. Maar wij moeten wel natuurlijk voorzichtig zijn met zo'n jongen. Nu wordt hij overladen met allerlei interviews en heel veel interesse en heel veel waardering. Ja. Dus wij moeten wel voorzichtig zijn dat we hem weer niet meteen daarmee kapot maken. Maar hij heeft wel duidelijk een signaal afgegeven. Ja, want... Rien is er ook, de cameraman en ik, die hebben hem wel eens meer aan het werk gezien. En toen zei Rien is ook, dat kan wel een hele leuke worden. Maar dat hij dan zulke dingen kan, die had ik nog niet gezien van hem. Nee, kijk, hij is helaas een tijdje geschorst geweest. Daar heeft hij van geleerd. Hij is keihard aan de slag gegaan met zijn kwaliteiten. Hij heeft natuurlijk in de jeugd met name Rankovic, een trainer die wel weet wat er van je verwacht wordt. Ik denk dat we in zijn totaliteit met ADO ook daarin vooruit gaan. En onze spelers voorbereiden op het grote werk. Hij doet het uitstekend. Dus nogmaals, het is misschien voor ons allemaal een boost om dit soort mannen erbij te krijgen. Eén ding nog over dat en dan gaan we naar de wedstrijd van komend weekend of vanmorgen al. Heeft Ranko je nou een seintje gegeven? Of is het jezelf? Of hebben jullie het zelf gezien dat hij eraan toe was? Nou, eigenlijk zijn we al een aantal weken nu in gesprek met een viertal jongens van de A's. Om te kijken wat de stappen kunnen zijn. Dus je bent al langer aan het kijken naar die speler. En ook omdat dat was ook een keuze om Castanier richting Eindhoven te laten gaan. Omdat je weet dat je deze man ook achter de hand hebt. Dus hij zal het nu uit moeten gaan vechten met Guillaume Korte. Maar goed, uiteindelijk heb ik hem er zelf bij gehaald. Omdat Guillaume ook geblesseerd was. Dus het moment, dat ontstond omdat we... Ik koos in dit geval voor echt twee verdedigers, twee middenvelders en twee aanvallers op de bank.
Omdat ik bang was dat deze wedstrijd alles bepalend zou worden. En dat bleek het ook achteraf. En gelukkig valt hij onze kant op. Ja, en dan zei ik dat ik naar die andere wedstrijd ging. Maar dan heb ik nog een vraag over de vorige wedstrijd. In de rust Marengo warm lopen. Dan zie ik dat jij met hem praat. En je legt hem uit. Ja. Ik weet niet wat, maar je vertelt hem wat de bedoeling is. Dan is het oké. Dan lopen jullie allebei weg. En dan toch weer terug naar elkaar. Dat gebeurde 3 keer. Dat je terug gaat naar om hem iets duidelijk te maken. Ja, kijk. Als je invalt, dan moet je iets veranderen aan het beeld. Nou, we hadden het moeilijk. Dus dan besef je dat in de wedstrijd niet alleen je kwaliteit bepalend kan zijn. Maar dat je ook heel veel arbeid, heel veel inzet moet hebben. Arbeid moet leveren. En daar wilde ik gewoon heel duidelijk in zijn. Luthi doet het goed, maakt stappen. Maar als je echt wil gaan spelen, dan weet je, zeker tegen mensen als Duplan, Schaken. Nu komt nog eens Dennis erbij. Maar met name op de vleugels zoals bij Duplan en Schaken. Als je die mensen eruit wil spelen, dan worden er nog wel andere dingen van je gevraagd. Hè? Dus daar wilde ik gewoon heel duidelijk in zijn. Maar dat die vooruit gaat, dat is duidelijk. Okay. Nou krijgen we PEC Zwolle. Denk ik van de laatste wedstrijden, en dan Feyenoord reken ik daarmee mee, de lastigste tegenstander. Ja, zij spelen ook een spel wat voor ons heel lastig is. Want het betekent simpelweg dat we thuis initiatief zullen moeten nemen. We zullen daarin dwingend moeten zijn, maar ook heel zuiver. Want dit is een ploeg die uitstekende kwaliteiten heeft in de omschakeling. Zij kunnen van balbezit tegenstander naar balbezit kunnen zij dodelijk zijn. Dat hebben ze in de wedstrijd Feyenoord laten zien. En ze spelen ook nog eens een spel gebaseerd op de fysieke mogelijkheden van met name Veldwijk. Sterke jongen voorin. Ze hebben uitstekende middenvelders die onder de bal kunnen komen. En ook vleugels die eroverheen kunnen duiken als hij hem doorkopt. Dus het is een lastig te bespelen ploeg, dat klopt. Maar jullie hebben een plan? Oh ja, ja absoluut. Ja. Nogmaals, ik denk dat zij een aantal mensen missen. Dat wil niet zeggen dat ze er heel veel minder op geworden zijn. Want de jongens die nu moeten spelen willen hun kans pakken. Maar wij zien wel mogelijkheden. Omdat ook wij zijn groeiende. Dus ik denk wel dat het... Ik ga ervan uit dat dit op het juiste moment komt. Oké, dan nog één vraagje over de ziekenboeg. Hoe is het met Gianni Cijferloon? Nee, Gianni gaat het niet redden. Die gaat het zeker niet redden. Wat heeft hij? Die heeft last van een kuitspier. Dat zag er eerst in eerste instantie goed uit. Maar toen ging hij toch proberen. Want hij wilde natuurlijk gaan spelen tegen Excelsior. En misschien heeft hij iets geforceerd. Dus nu een weekje, anderhalf hopen we hem weer erbij te hebben. Oké, laatste vraag. Dennis erbij? Ja, daar mag je wel van uitgaan. Ik denk dat hij wel iets afgedwongen heeft. Jo! Even Haags natuurlijk ook. Vriendje Tommy, hoe is het, maat? Ja, alles goed. Lekker. Luister, ik heb een vraag, maat. Ja. Wat is in dit seizoen de beste beslissing die je gedaan hebt? Je bedoelt sportief? Nee, gewoon. Wat is de beste beslissing geweest wat je gedaan hebt? Dat ik terug was bij daarna. Ja, natuurlijk. Maat, ik ben zo blij met je. Wat, het gaat lekker. Ja, gaat lekker, ja. Zeker weten, ja. Je kletst er lekker volop in. Ja. En ik moet ook zeggen, in je kletsen heb je af en toe ook de mazzel dat het goed gaat. Mm-hmm. Alleen, de laatste, was je iets te laat of wat deed je verkeerd? Nou ja, zeker. Bij die 1-1 minuut bij Tom van Weert zat ik... kwam ik gewoon te laat. Duidelijk, ik kwam niet veel te laat, maar te laat. Maar wat had je moeten doen? Dan had je achter hem moeten zitten? Ik denk dat ik gewoon sneller had moeten reageren. Ja. En nog sneller. Want vanaf de tribune konden wij natuurlijk... Tenminste, ik kon het niet zien, want ik sta helemaal bovenin. Ja. Schiet hij hem er nou zelf in? Nee. Hij ging ook net over mijn voet. Maar die jongen gewoon heel slim weggelopen. En ik kwam gewoon te laat. Gewoon een super spitse goal en fout van mij. Ja. Maar het ging fout na die trainers of na die keeperswissel. Na die lange pauze. Ja. En dan is het ongelooflijk. Dat gevoel voor we maken 1-0. Ik denk, nou, als we zo doorgaan, winnen we 8-0. Ja. Dacht ik, zo stonden we ook in het veld. Trainers zeggen ook, jullie speelden je beste 10 minuten ever. Ja, gelijk onder druk. Wat je zegt, het beste. En dan na die wissel... Ja, sloopt er iets in en komt die 1-1 en dan denk je, nou, ongelooflijk. En dan tweede helft 2-1. Ja. Weet je helemaal niet wat je meemaakt en dan komt die Van de Heide erin. Ja. Want jullie wisten zijn naam niet eens, maat. Voordat hij aanslag bij de groep, ik ken hem wel, maar ik wist inderdaad niet zijn voornaam. Van de Heide. En dan maak ik het twee. Ja, we hebben natuurlijk al Van de Heide gehad bij ADO. Is altijd gezellig. Maar...
ja, ook jullie, want jullie zaten er doorheen, omdat we natuurlijk die 2-1 achter, een beetje in het dippie. Ja. In de tweede helft kwam er wel wat meer gevaar met Marengo, ja. Maar dan komt hij erin. En dan, ja, dan gebeurt dit, maat. Ja, je bent zelf nog jong, weet je wel. Dat is toch een jongensboek? Dit is het mooiste wat je kan dromen. Ja. Ik zei tegen hem van, morgen word je wakker en dan denk je van, is dit nou gebeurd of niet? Ja, ja. Hoe vaak heb ik dat niet gehad, dat je droomt over iets en dan word je wakker en Als je het belangrijk gemaakt hebt of een goede niks van waar, weet je wel. En bij hem is het gewoon waar. Ja, ja, het is het mooiste van wat je kan overkomen. Allermooiste. Maar hoe gaan jullie zo'n jongen nou helpen om verder te komen? Want ja, ik zeg ook tegen de trainer, je moet voorzichtig zijn. Tuurlijk. Hoe helpen jullie zo'n jongen? Stap je terug rustig? Voor mij die jongen is heel nuchter hoor. Okay. Het is niet een die nou op wolken loopt. Het is echt, niet eentje zoals ons dat wij één meer Nee, precies. Ja, dan leg je weer woorden in mijn mond, heel stiekem. Je hebt gelijk. Nee, want met die vrijwilligersavond. Nee, nou, dan dronken we allemaal bij twee. Hebben we er twee? Tweede man. Bij die bar dan? Ja, klopt. En bij die andere acht. Nee, want je bent dan de Suderans. Ja, nee, klopt. Oh ja, dat was waar. Ja, dat maar goed, dat dus ja, voor nee, hem, die hij jongen kreeg met Gave Veters, kreeg hij zo'n schoen. Ja, klopt. Gelijk wedstrijd speler van de week. Hebben wij natuurlijk ook wel allemaal ons best voor gedaan, die supporters. Want op alle manieren. Leuke stemmen, tuurlijk. Ja, maar ik denk dat heel Nederland ook die jongen dat gunt. Ja. Want het is natuurlijk wat je zegt, echt een jongensdroom. Dat is geweldig. Toen hij die eerste erin schoot, maar wat dacht hij? Ja, ongelooflijk. Ik denk, boom. Ja. Ja, dat was super. En bij die derde ging ik helemaal los. Toen dacht ik, nou, wat er nou gebeurt. Ja, als we dit nou nog weggeven, dan verpesten we eigenlijk die jongensdebuut. Ja. En eigenlijk, als je gaat kijken, onze spits zelf vond ik ineens beter worden, ook met hem erbij. Ja, het liep aardig. We gingen natuurlijk pompen. Ja. En lange ballen op Mikey. Ja. En hij is ook lang. Ja. Dus ja, want hoe groot ben jij, maat? Ik ben 1,92. Oh, dan ben je toch een centimeter groter dan hem. Ja, ik ben volgens mij wel langer dan hem. Want we zaten gisteren bij de training te kijken. En toen zaten we zo'n beetje. Toen leek hij net eventjes iets groter dan jou. Maar hij is 1,91. Ja, je moet misschien naast elkaar zien. Ik ben de, ik wil een keer dat je op het veld al met de rug tegen dan gaan we even mee. Dan roep ik je eventjes. Zullen we morgen gewoon doen? Ja, ook morgen, in de wedstrijd? Ja, voor de wel niet in de wedstrijd. Na de wedstrijd gaan we dat even. Voor de wedstrijd gaan we concentreren. Want Pek Zwolle, maat, is niet de makkelijkste club. Nee, dat is een lastige club. Hoe gaan we daar tegen strijden? Want jij krijgt ook een paar lastige voor je neus. Ja, goede voetballers. Spits Lars Veldwijk natuurlijk. Maakt ze makkelijk, geloof ik. Dus ik heb hem vorige wedstrijd gezien tegen Feyenoord ook. En hij is al goed op dreef. Maar ik denk dat als je bovenop hem zit, dat hij weinig kent. Ja, daarom je moet dat soort jongens moet je slim bespelen natuurlijk. Want fysiek is hij ook heel sterk. En dat ben ik ook. En misschien moet je dat soort spitsen niet altijd met fysiek aanpakken, maar ook gewoon met je hoofd. Ja, precies. Maar Kanus. We moeten slim, juist. Hard, juist. Compact gaan spelen. Juist. Je bent die cursus bezig, nee, trainingscursus. Ik heb gisteren bij een vergadering geweest, daar heb ik de vragen gesteld en de antwoorden gegeven. Ja. En daar waren ze ook niet blij mee hoor. Ja, dus dat kunnen we beter zo doen. Ja, okay. Tommy, wij gaan even tegen het publiek zeggen dat er nog kaartjes zijn voor morgen. Okay. Er zijn nog kaartjes. Dus Hoeveel kaarten zijn er nog? Er zijn nog zat kaartjes. Okay. Er zijn nog genoeg kaarten, dus jullie kunnen allemaal je kaartje kopen. Desnoods aan de kassers, maar ik zal ticketbox doen op de computer. Ga even naar www.adojournaal. www.adodenhaag.nl En dan boven dan ga je naar Ticketbox en dan komt het allemaal goed. Dan heb je een kaartje. Ja. En anders hier aan de kassa. Wij gaan vanmorgen voor 3 punten, jongens. Juist. Ja, dat willen dit was het ADO-journaal met de vrijdagbabbel. Dan zeggen Tommy en ik, laters. Tom, dankjewel.